Hoe gaat het met je? Hartstikke goed. Ja? Super druk, maar ja, super goed. We hebben net al een beetje gezien. De 24 uur van Le Mans komen eraan. Jullie waren al geplaatst op de vierde plaats. Dus Guido hoopt natuurlijk dat jullie met het team nummertje 3, 2 of 1 kunnen worden. Hoe schat jij zelf de kans in? Poeh, het gaat mijn eerste keer Le Mans worden. Dus ik weet eigenlijk überhaupt niet zo goed wat ik ervan moet verwachten. Vorig jaar ben ik er voor het eerst geweest om als toeschouwer het evenement mee te maken. Ja. Dus ik kijk er enorm naar uit. Uiteraard is het een super lange race, maar het is niet meer zoals het in het verleden was. Over het algemeen blijven de auto's allemaal hartstikke heel. En is het bijna een sprintrace. Iedere keer als je in de auto zit, moet je gewoon iedere ronde trappen. En uiteraard hopen we daar een mooi resultaat neer te zetten. En met een beetje geluk misschien een podium. Ja. Hey, maar wat je zegt, je eerste race, dat brengt ook wel veel druk met zich mee. Hoe ga je daarmee om? Hoe bedoel je eerste wedstrijd? Nee, druk als je eerste Le Mans, van de druk die dat met zich meebrengt. Om heel eerlijk te zijn ervaar ik over het algemeen iets minder druk in de wegweekenden en lange afstandswedstrijden. Niet zozeer omdat het minder belangrijk is, maar omdat de gemoedstoestand daar iets anders is. Iedereen is wat behulpzamer. Het is nog meer een team effort, omdat je natuurlijk de auto met elkaar deelt. Dus je moet samen een compromis vinden om tot het best mogelijke resultaat te komen. En het blijft natuurlijk een lange afstandsrace. Ondanks dat het natuurlijk iedere ronde trappen is, moet je het wel over een tijdsstek van 24 uur of 6 uur doen. Dus die approach is wel anders. Je hebt natuurlijk met verkeer te maken en uiteraard moet je risico nemen en geen tijd verliezen. Maar tegelijkertijd win of verlies je niet een race in één bocht. En dat is natuurlijk in de Formule 2 bijvoorbeeld, Formule 1 of de route naar de Formule 1 toe is dat wat anders. En ja, dan zit je alleen in de auto en dan word je individueel afgerekend op je prestatie. Dus ik voel nog niet heel veel spanning, maar kijk, ik leef een beetje van weekend naar weekend. We zijn hier dit weekend in Zandvoort voor de Jumbo Race dagen. Dinsdag reis ik af naar Monaco en dat is dan wat telt. En dan is het geloof ik nog 2-3 weken naar Le Mans toe, dus stap voor stap. Wat zou jij adviseren aan mensen die nu kijken en die toch die ambitie hebben om achter het stuur te kruipen? Nou ja, niets is onmogelijk natuurlijk. Ik denk dat e-sports momenteel een mooi platform is om in ieder geval een soort gevoel van racen te ervaren en te krijgen. Ondanks dat het natuurlijk niet helemaal realiteit is, denk ik wel dat het een mooie manier is om interactie te creëren en om toch ook wel basics van het racen te leren. Uiteraard heb je altijd een beetje support nodig om te kunnen beginnen. Ik denk dat het normaal is dat iedere jonge coureur in zijn of haar carrière in de kartsport begint. En ben jij ook zo geweest? Uiteraard, ja. En ik heb een familie gehad die me daar een beetje in heeft gepusht en uiteraard dag en nacht in heeft ondersteund. En daarna weet je, ieder zijn carrière is anders. Iedereen bewandelt zijn eigen pad en er is niet één weg die naar Rome leidt. Maar tegenwoordig is er wel een iets duidelijker pad naar de Formule 1 toe, omdat er gewoon wat minder klassen zijn. Ook omdat er gewoon wat minder rijders zijn over het algemeen. Maar er is een iets duidelijker pad, Formule 4, Formule 3, Formule 2. En als je echt die ambitie hebt, dan denk ik wel dat je die route moet volgen. Maar uiteraard begint het allemaal bij het karten. En daar misschien jezelf in bewijzen. En een plekje ergens weten af te dwingen bij een juniorprogramma of management of zoiets. Ja. Hey, ontzettend bedankt voor je tijd even. Ja. Veel succes met Le Mans. En laten we hopen voor de top 3, toch? Yes, dat doen we.